We staan hier op de Big Data Expo in de Jaarbeurs Utrecht, waar ik spreek met Hielke Visser. Hielke is Director of Sales Benelux van Data IQ. Hielke, goedemorgen, welkom. Goedemorgen, Werner. Even om te starten, kun je iets vertellen over Data IQ en het Data Science Studio product? Ja, natuurlijk. Data IQ is een van origine Frans bedrijf, gestart 4 jaar geleden. Door 4-tal Franse jongens die eigenlijk een probleem zagen in de data science wereld. Waarbij er beter samengewerkt moest worden tussen de data scientist, de data engineer en de business analyst. En ja, vanaf dag 1 is dat eigenlijk het focus geweest van het bedrijf. Om daar de samenwerking te verbeteren, om betere dataproducten te kunnen maken. Dus van ruwe data naar een dataproduct op een efficiënte manier. Waarbij we de hele lifecycle kunnen borgen. En waarbij we heel succesvol in productie kunnen gaan. En wat was de reden om een NL-vestiging op te richten? Nou, wat we gezien hebben is dat in de Franse markt was het product heel succesvol. En dat is eigenlijk ook onderschreven door Gartner in het laatste Magic Quadrant van Data Science platform. Daar kwamen we qua visie er ook heel goed uit en qua product. Waarbij Gartner zei van, de ability to execute, die moet nog wat omhoog. En een belangrijk onderdeel daarvan was zeg maar presence in de wereld, de samenwerking met allerlei partners. Dus vanuit Frankrijk zijn we eigenlijk begonnen met de expansie. Primair gericht op Londen en New York. Maar daarom ook gezegd, Amsterdam is een hele belangrijke speler op het gebied van data science. En we vinden dat we daar ook voor de ondersteuning naar de lokale partners toe, naar de klanten toe, dat we daar gewoon ook direct ondersteuning nodig hebben. Dus dat was eigenlijk een hele logische keuze om ook in Nederland te gaan beginnen. En ik moet eerlijk zeggen, ook voor mij is het gewoon een hele mooie belevenis om bij zo'n start-up betrokken te zijn. En als je ziet de spirit die er heerst in Nederland op dit gebied, is het eigenlijk een hele mooie combinatie om met data goed te mogen overlijden in Nederland. Welke mogelijkheden zien jullie in de Nederlandse markt? Ja, de mogelijkheden zijn eigenlijk best wel groot. We zien dat er eigenlijk in de wereld van data science is er wel veel gebeurd. Heel veel mensen zijn individueel bezig gegaan met Python en R. Het zijn individuele projectjes geworden. Dus we zien een hele grote behoefte ontstaan dat er wat meer governance moet komen. Dus met name de bedrijven die 1 of 2 jaar geleden begonnen zijn met een data lake, met Hadoop en daarop met open source tools aan de slag zijn gegaan. Daar proberen wij nu wat structuur aan te brengen. Dus wij zijn eigenlijk een control room bovenop allerlei open source initiatieven. Maar ook de initiatieven die er al zijn vanuit de traditionele enterprise wereld met een Exadata en een HANA en een Teradata die we ontsluiten. Dus wij zien er heel veel mogelijkheden om een structuur aan te brengen, een governance aan te brengen en een betere samenwerking te kunnen bewerkstelligen tussen de data scientist, de business analyst en de data engineer. En eigenlijk zien we dat in heel veel branches daar behoefte is. Banken, verzekeraars, telco's, start-up bedrijven, fintech bedrijven en dergelijke allemaal. Dus eigenlijk een hele brede scope die we hebben op dit moment om samen met onze partners aan te gaan bieden. Genoeg te doen. Absoluut, zeker weten. Dankjewel. Dankjewel, Werner.